Ga je eigenlijk op jezelf stemmen? Dat zou ik kunnen doen, ja. Daar kan ik je iets verklappen. Dat, ooit was ik lijstduur bij landelijke verkiezingen. Waar ik achteraf dus ontzettende spijt van heb. Namelijk bij de verkiezingen van 2012 was dat. Hè? Ja, 2012. En toen was ik de laatste op de lijst van de Partij van de Arbeid. En toen dacht ik van, dit is waarschijnlijk de enige keer dat ik bij parlementsverkiezingen op mezelf kan stemmen. En als er nou één bijzonder goede kandidaat is, dan ben ik het wel. Dus toen heb ik, kan het nu wel vertellen, op mezelf gestemd. Ja. Dat kun je nu weer doen. Nee, dat ga ik niet doen. Waarom? Nou, waarom zou ik stemmen op nummer 1? Geen gedonder, ja, ik stem op nummer 1. Maar je stemt wel dus op de PvdA, want je zou ook op D66 weer kunnen stemmen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja zeker. Want ik heb ook ontdekt, sinds ik mij als lijstduwer had gemeld, heb ik ontdekt dat de raadsfractie van de PvdA en de Utrechtse gemeenteraad tegen het Malibaan-project gestemd heeft. En dat, ja, dat vond ik bijzonder jammer. Misschien niet een doorslaggevende factor, maar ik vond het wel erg jammer dat ik dat hoorde. Ja.